Hallo, welkom bij Draadje Los. Vandaag ga ik bezig met filten. Ik heb hier, die had ik een poosje geleden al laten zien, hè, de landschapjes die op school gemaakt zijn. En ik wilde daar iets mee doen, maar ik wist nog niet wat. Je mag niks ophangen in school, dus een wandkleed wordt hem ook niet. En toen kwam er een mailtje dat er binnenkort een collega haar 40-jarig jubileum in het onderwijs viert. Met een etentje. En ik ken zelf die collega ook al heel lang. Want ja, ik werk zelf ook al bijna 35 jaar in de toko. En toen dacht ik, oh, ik ga met die lapjes iets voor haar maken. En de bedoeling is een tas. Nou zien jullie hier, dit is echt enorm groot. Maar het gaat nog gefild worden. Nou, die lapjes die zijn allemaal genaaldfild. Niet allemaal even stevig. En wat ik nou wil doen, dit wordt dan één kant van de tas. Ik maak dan nog zo'n lap als het lukt. En dan maak ik nog één reep of drie korte reepjes als tussenstuk, zeg maar, voor de tas, dat er ook echt wat in kan. En de bedoeling is dat ik dat nat ga filten. Ik heb geen idee hoe groot die uiteindelijk wordt. Ik heb ook een beetje een randje om de lapjes heen, zodat ik hem altijd nog wat gelijk kan knippen. Want er wordt natuurlijk nooit helemaal gelijk. Dat zal wel een uitdaging zijn. Ik weet ook helemaal niet of het gaat lukken. Maar ik ga maar gewoon ergens beginnen. Nou, ik ben begonnen met dit naaldvilt. Ik had een flinke lap naaldvilt. Dat ziet er zo uit. En dat heb ik in vieren geknipt. Twee voor de voor- en achterkant. En dan heb ik nog een stuk waar ik een strook uit kan halen. Of meerdere stroken. Voor het tussenstuk. En ik wil dat dat eerst even een beetje vast zit op de ondergrond, deze lapjes. En dat ga ik even met mijn viltnaald doen. En als het dan zo vast zit dat het redelijk, dat ik het kan optillen en zo, dan is dus mijn bedoeling om dat te gaan nat filten. En nogmaals, ik weet helemaal niet of dat gaat lukken en of ik het goede formaat krijg. Maar goed, erin knippen kan altijd nog. Dus ik ga maar gewoon aan de gang. Ik heb natuurlijk wel gekeken of ik de lapjes in de goede richting leg. Want je moet hem eigenlijk zo zien, hè? Zo wordt het. En verder heb ik niet, ja, een beetje gelet op de kleurverdeling. Dat niet alles wat donker is aan één kant zit. Maar verder heb ik er niet op gelet. Gewoon lukraak neergelegd. Met een klein beetje ruimte ertussen. En eromheen ook wat ruimte, zodat ik altijd nog de tas een beetje op maat kan maken. Nou, ik zat eventueel te denken, het zou handig zijn als ik een kant-en-klaar tasje als voering kan gebruiken. Maar ja, dat moet maar net de goede maat zijn. Dus dat heb ik een beetje losgelaten. Als het moet, dan naai ik gewoon zelf een voering van een lapje. Dus wat ik nu eerst ga doen, ik heb even zo'n schuimblok van school geleend, dat is een lekkere grote. Die leg ik eronder plaatselijk en dan ga ik dat eerst met mijn vierdubbele naald ga ik dat proberen een beetje vast te prikken. Dus ik til dit even op en dan leg ik voorzichtig mijn prikmat eronder. En dan ga ik dat per stukje ga ik dat proberen of ik dat een beetje vastgeprikt krijg. Nou, het geeft een beetje gaatjes. Even kijken hoor. Maar dat verdwijnt straks. Kijk, het gaat erom dat het niet kan verschuiven als ik het ga nat filten. Dat is mijn bedoeling. En nogmaals, ik weet helemaal niet of het gaat lukken, want zoveel filtervaring heb ik helemaal niet. Dus het is een beetje een gok. Of het gaat lukken. Maar we doen ons best. Nou, dan schuif ik hem een stukje op. Ik haal dit er even af. En volgens mij zit dit, nou, zit nog niet heel erg vast. Dus ik denk dat ik wat meer moet prikken. Dus ik ga nu naar de volgende. En, nou ja, en zo ga ik door. En ik denk dat ik wat meer moet prikken. Dat moet er natuurlijk niet afvallen. Maar zo ga ik dus al die lapjes vastprikken. En je ziet, ze zijn ook allemaal een beetje verschillend van formaat. Dat is juist wel leuk. Ik vind dat wel een levendig beeld geven.
Even opletten, want ik kan niet door mijn camera kijken, want ik ben als een dood dat ik in mijn vingers prik. Nou, het zit nu even min of meer vast. Ga ik naar de volgende. Maar ik denk dat ik daarna toch nog even extra prik. Even weer goed leggen, zodat het een beetje in verhouding blijft. Deze leg ik wat meer zo neer. Nou, en zo ga ik ze dus allemaal vastprikken. En dat wil ik dus ook met de andere kant doen. De andere lap en met de eventuele reep die ertussen komt. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik dat ga doen. Het geeft wel body aan zo'n tas. Dan heb je ook wel echt een grote tas. Dat is misschien wel leuk, want ik heb lapjes zat. Dus het is wel leuk om zoveel mogelijk van die landschapjes te gebruiken, hè. Dus, en ik heb er zat dat ik ze ook allemaal, bijna allemaal kan gebruiken. Nou, deze zit ook een klein beetje vast. Nou, je snapt het principe. Ik ga straks nog een keer, als ik ze allemaal zo voorgeprikt heb, ga ik ze nog een keertje allemaal langs om ze nog wat verder te prikken. Nou, dat ga ik dus met al die ondergrondlappen doen. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer terug. Nou, tot zover. Ik heb nu even twee keer ben ik alle lapjes doorgegaan. Ja, waar ik natuurlijk niet aan gedacht heb, is dat die stukjes ertussen, die filteren natuurlijk niet mee. Dus de ruimte tussen de lapjes is nu groter geworden. Maar ik hoop dat dat met het nat filter goed komt, want dan filter je alles. Het zit nu in ieder geval zo vast dat het niet meer kan verschuiven. En ja, nogmaals, het is een gok. Ik moet wel met dat prikfilter een beetje oppassen, want het is zwaar. Dus ik moet regelmatig pauzes nemen. Ik heb vrij snel last van mijn gewrichten. Dus ik moet goed opletten dat ik me niet straks een tennisarm of frozen shoulder heb zitten prikken. Dus ik neem regelmatig even pauzes. Maar goed, deze zit in ieder geval nu vast. Klaar om te nat filteren. En dan hopen dat dat gaat lukken. Dat weet ik niet. Ik ga de andere ook doen. Daar gaat waarschijnlijk wel even tijd overheen. Ja, voor jullie niet, maar voor mij wel. Maar nou ja, goed. Deze kant van de tas is in ieder geval tot zover klaar. Nou, ik neem jullie toch nog even mee een stukje. Vind het wel leuk. Ik heb inmiddels mijn camera anders opgesteld. Zodat je een beetje overzicht hebt op wat ik doe. Ik weet niet zeker of het geluid goed is. Het licht is niet optimaal, maar ik kan de flits niet aanzetten omdat ik naar me toe film. En ja, ik heb natuurlijk verder mijn filmsetting weer allemaal beneden. Dus goed, ik heb een nieuwe lap. Die andere, die hebben jullie inmiddels gezien. En daar ga ik hetzelfde mee doen. En ik ga eerst de lapjes, ik ga wel een beetje kijken naar een beetje leuke kleurrijke. Deze vind ik heel leuk. Dit is geen landschapje, die vind ik wel mooi. 4, ik heb er 12 nodig. Deze vind ik mooi. En ik probeer het ook een beetje in de formaten te doen die, ja, een beetje af te wisselen, zodat ik wat meer, ja, dat het een beetje een geheel wordt. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 4. 9. Even een paar leuke die ook af zijn. Die vind ik leuk. 10. 11. En er was hier nog een hele mooie boom. Die wil ik er ook al bij hebben. Kijk hoor. Waar is die nou gebleven? Deze denk ik, ja. 12. En dat ga ik zo goed mogelijk verdelen over het vlak. Oh, ik had hier nog veel meer. Nog veel meer. Ik leg ze gewoon neer en dan kijk ik, ga ik hier en daar een beetje schuiven. Echt prachtige kleurtjes bij. Deze lijken wel erg op elkaar. Ik zit even te kijken naar wat variatie in kleur.
ook wel mooi. Dat is een weg. Dat is ook een soort landschap. Even kijken hoor, of dat een beetje past. Maakt dan niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat ik het gewoon zo laat. Want als je heel lang gaat zitten zoeken, dan wordt dat ook... Dan ga je steeds meer twijfelen, moet je niet doen. Gewoon een beetje op je gevoel. Nou, het ligt en ik probeer het een beetje zo te schuiven. Even kijken, hier heb ik een beetje twee liggende naast elkaar. Dat is onhandig. Dus dat doe ik even zo. Nou, zoiets. En ook die ga ik weer prikken. Ja, ik besef dat jullie het nu op zijn kop zien, maar dat maakt niet zoveel uit. Hè. Ik draai het ook tijdens het filter om, soms. En eerst even een beetje vastzetten, zodat ze allemaal in ieder geval niet meer er zomaar af kunnen vallen. En daarna prik ik ze nog even na. Dus... ik begin weer en het gaat zwaarder dan je denkt, zo met zo'n vier naald. Ik heb hier een vier naald. Nou, dat is best een dingetje. Goed opletten dat je niet in je handen prikt. Dus de hand waarmee je niet prikt, moet je goed uit de buurt houden. Ik kan wel eens kijken in hoeverre nou degene die ik al heb geprikt... pak ik er eens bij. Kijken in hoeverre dat nou gekrompen is al. Oh, nog niet echt veel. Nee, dat gaat dan met het nat filter gebeuren, hoop ik. Nou, je ziet, ja, het is best een dingetje zo. Ik probeer vooral de randjes goed vast te zetten. Even tussendoor een beetje loshalen. En dan weer verder prikken. Dat loshalen tussendoor, dat doe je eigenlijk om te zorgen dat het ook de ruimte krijgt om in elkaar te gaan zitten. Dus hier haal ik hem weer even los. Even een beetje de randjes. En dan schuif ik hem een stukje door voor het volgende lapje. Ik moet wel uitkijken dat ik dat naaldvilt wat eronder zit niet uitrek. Dat is wel een dingetje. Dat vind ik echt wel, dat risico loop je. Ik begin een beetje in het midden. En dan ga ik van daaruit een beetje naar de kanten toe. Je ziet dat ik de hand waarmee ik niet prik steeds een beetje uit de buurt hou. Ik ga nu hier prikken, dus ik mijn hand de andere kant op. Nou, het wordt in ieder geval, als het lukt, een heel kleurrijke tas. En goed vlak houden. Zo. Maar dat naaldvilt, daar zit heel, dat is heel lossig. Dus dat moet je goed opletten dat dat niet uitrekt. Prik hier nog even het randje. En het gaat best wel, ja, op zich gaat het niet heel zwaar, maar wel als je al een poosje bezig bent. Dan wordt dat, ja, dan voel je wel dat je arm een beetje moe gaat worden. Dus daar moet je wel op letten. Dat je dan wel op tijd even stopt ook. Tenminste, daar moet ik wel heel erg op letten.
niet te lang doorgaan. Nou, en die lapjes, die zijn allemaal een beetje verschillend van formaat. Nou, dat komt deels omdat ik ze gewoon maar een beetje op het oog had geknipt. En deels omdat, ja, de een heeft wat meer geprikt, dan wordt het wat kleiner. De andere heeft het, daar is het een beetje hier en daar uitgerekt, waardoor het een beetje scheef wordt. En daardoor zijn nu al die lapjes verschillend, maar ik vind dat juist wel een heel leuk effect geven. Nou, goed genoeg voor het volgende lapje. Nou, zo ga ik dus ook deze helemaal afwerken. En nou, als dit vast zit, dan laat ik het nog even zien. Nou, het kan nog net voordat het te donker wordt, maar dit is dus de tweede lap. Nou, ik vind hem heel leuk. Ik ga nu ook stoppen ermee. Ik wil nog even tussenrepen maken. Of zal ik dat niet doen? Ik zit er even over te twijfelen. Ik kan natuurlijk ook gewoon eerst die twee zijdes uitproberen. Ja, misschien doe ik dat wel. Gewoon een voor- en achterkant. Niet al te ingewikkeld. Dan heb ik wel nog heel veel lapjes over. Maar dan kan ik misschien nog wat anders leuks mee doen. Ja, ik zit toch te denken aan iets van een komebukuro. Je weet het niet. Ik laat het voorlopig even hierbij. En ik kan altijd nog tussenstroken maken natuurlijk, hè. Nou, het natfilter, dat ga ik morgen doen. Want daar wil ik ook even de camera op zetten. En dan moet ik even bij goed daglicht doen. Dus ja, ik ga even kijken wat het gaat worden. Dus, tot zo. Nou, ik ben toch definitief van gedachten veranderd. Want ik heb besloten om de tas gewoon voor en achterkant en geen tussenrepen te doen. Want ik maak het mezelf daar een beetje moeilijk mee. Zo heel veel ervaring met filter heb ik niet. Dus dan denk ik, nou, als het me al lukt om die twee lappen min of meer even groot te krijgen, ben ik al heel blij. Nou, ik noemde het al komebukuro en toen dacht ik, oh, ik durf dat bijna niet meer te zeggen, ik met mijn komebukuro's, maar het is wel leuk. Wat heb ik gedaan? Ik heb het stuk naaldfilter wat over was, heb ik vier vierkanten van geknipt. En daar heb ik dus lapjes die nog over waren opgedaan. En de achterste, deze twee, die heb ik dus voorgeprikt, zodat het vast zit al een beetje. Maar de voorste twee, die heb ik niet vastgeprikt. En deels heeft dat gewoon een hele simpele, banale reden, namelijk het feit dat ik eigenlijk geen zin meer in had. Want je zit je helemaal wezenloos te prikken. Maar het heeft nog een andere reden, namelijk ik ga dus hier naar het natfilter. En ja, dit beschouw ik nu als proefmateriaal, want als ik nat ga filteren, ga ik dat eerst met deze lapjes doen. Zodat ik een beetje feeling krijg en kan kijken of het lukt. En, want stel nou dat het helemaal niet lukt wat ik in mijn hoofd heb, dan heb ik in ieder geval, ja, dan weet ik nog niet wat ik met die grote lappen ga doen, maar dan heb ik ze in ieder geval nog niet verprutst. En ik wilde nou eens kijken of het verschil maakt, of al dat prikwerk, of dat verschil maakt met wanneer je het nat gaat filteren, terwijl je het niet vastgezet hebt. Ik wil dus gewoon eens kijken of dit met alleen nat filteren ook gaat hechten. Want dit is natuurlijk wel geprikt, dit niet. En ik weet niet of dat vast gaat zitten als je dit gaat nat filteren. En ik dacht, ik vind dat nou wel leuk om eens uit te proberen bij een wat kleiner lapje. Dit is wel vrij handzaam. En gewoon, want stel dat dit wel zou lukken en dat dat mooi erop vastgefilterd raakt. Ja, dan kan je negatief denken van, in de zin van, nou, dan had ik al de prikwerk niet hoeven doen. Maar aan de andere kant, weet je dat dan ook voor als je ooit eens een volgend project wil maken, dat dat misschien inderdaad helemaal niet nodig is. Deze ligt trouwens op zijn kop. ik heb er vier. Als dit lukt, dan ga ik hier een komebukuro van maken. En ja, als je het stevig vilt, dan wordt dat, dan kan je hem eigenlijk ook als een soort mand gebruiken, denk ik. Want dan wordt het wel vrij stevig gevuld. Ik ga hem denk ik ook wel voeren.
Ik weet nog niet waarmee, of ik dat met een dun lapje katoen doe of met een wollen lap, dat weet ik nog niet. Eerst maar eens kijken of dat filter lukt. Dus ik ga in het volgende filmpje ga ik beginnen met deze kleine lapjes te filteren om te kijken of dat lukt. En ja, dat laat ik natuurlijk niet helemaal zien, maar gewoon een stukje. En als het lukt, dan ga ik de grote stap wagen naar de grote lappen voor de tas. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Jullie zien hier trouwens een groenige achtergrond. Dit is spul dat is speciaal bedoeld eigenlijk voor mallen om het omheen te filteren. Als je bijvoorbeeld, je kan namelijk ook met losse vezels om een malletje heen filteren. Ik heb daar ook een video van. Ik geloof dat het een zakdoekhoesje is. En dat heb ik om een, dat was een stukje van dat knutselschuim. Dat kan je ook heel goed gebruiken. De wol hecht daar niet aan en dan kan je precies de grootte bepalen. Dan knip je een malletje in precies de juiste maat. Daar vilt je dan omheen en dan krijgt het precies het model wat je hebben wil. En daar is dus dit spul voor bedoeld. Het is gewoon plastic. Het is vrij stevig en het heeft een, ja, soort schuim plastic laagje. Maar ik dacht, ik kan dat ook heel goed als ondergrond gebruiken om op te filteren. Want het is stroef, het verschuift niet zo makkelijk. Het heeft alleen heel lang gevouwen gezeten, dus het is een beetje bubbelig. Ik hoop dat het een beetje glad raakt. Maar dan heb ik een beetje relief ook, wat helpt bij het filteren. Bovenop leg ik dan bubbeltjes plastic. Maar dit werkt een beetje net zo. En ja, dan hoef ik ook geen vuilniszakken op mijn tafel te plakken. En ga kijken of het hiermee lukt. Dus, nou, dit deel is nu zeg maar klaar, hè? En in het volgende filmpje, dan gaan jullie wat stukjes zien van het natfilter. Dus nou, dit was hem voor vandaag. Als je het nou leuk vond, geef even dat duimpje omhoog. Dat helpt mijn kanaal enorm. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en misschien tot een volgende keer. Doeg! Thank you.